Hallo, God bless you, God bless you, God bless you. Goeiedag, beste broer, beste zus. God zegen, halleluja, halleluja. We hebben toch zo'n grote God die alles voor ons heeft klaargezet. Alles. Als u een kind van God bent, hoeft u in deze tijd niets te vrezen. Hoeft u in deze tijd geen zorgen te maken. Maar u moet een kind van God zijn. U moet geloven. U moet geloof hebben. U moet diep gaan in geloof en u moet vertrouwen. Als God de aarde, alles erop en eraan, in 7 dagen geschapen heeft. Ja, 6, want hij is 1 dag gaan rusten. Hij is in staat om dingen te doen boven bidden en denken. Dan kan hij dat ook voor u doen. Maar hoe komt dat? Hoe komt dat tot stand? Daarover wil ik vandaag met u praten. Ik ga praten over bidden, ja, volgens de wil van God. Wat is die wil van God? En als je bidt volgens die wil van God, dan zal hij niet alleen je gebeden horen, maar hij zal ze ook verhoren. Ja? Er zijn verschillende manieren om te bidden. Er zijn verschillende tactieken om te bidden, technieken om te bidden. Maar het allerbelangrijkste is nog steeds het bidden volgens de wil van God. En dat ga ik vandaag uitleggen. En waarom is dat zo belangrijk? Wanneer je het bidt volgens de wil van God, ja, dan bid je zoals God dat wil. En waar staat God zijn wil? In het woord. En als je het woord kent en je bidt volgens het woord, dan kan je geen verkeerde dingen zeggen tijdens het gebed. Beste broer, beste zus, nogmaals, God zegen en welkom bij Bijbelwoord toe. Laten we bidden. Laten we bidden en dit programma opdragen aan onze lieve Heer. Vader, ik kom tot u. Vader, ik dank u dat ik vandaag hier mag staan als uw dienstknecht, Heer. Als uw dienstknecht om dit programma weer te maken en te verzorgen. Samen met Martin. Samen met Martin doen we dit programma, Vader, om het te brengen hier in de huiskamers van onze broeders en zusters. We danken ook de directie van TV Shalom, Radio Shalom, Vader. Dat we de gelegenheid krijgen om dit podium te gebruiken om uw woord te brengen. Om educatie te brengen en de mensen daarmee te zegenen. Vader, ik bid vandaag in de naam van Jezus Christus. Dat de woorden die ik uitspreek namens u, Vader, geleid worden door de Heilige Geest. En dat ze niet lenig tot u zullen wederkeren. Maar in tegendeel, dat ze op goede grond gezaaid worden. Zodat die mensen ook weer verder kunnen zaaien wanneer er geoogst moet worden. Vader, ik dank u vandaag. Ik dank u voor uw liefde. Ik dank u namens elke broeder, elke zuster, elke zoon en elke dochter. We danken u, Vader, dat we vandaag vanmorgen mochten opstaan. We danken u, Vader, voor uw kracht. We danken u voor uw wijsheid. We danken u voor uw liefde. We danken u voor uw genade. Want uw genade, ja, uw genade is onverdiend. Vader, maar we danken u, Heer. We geven u alle lof. We geven u alle prijs en we zegenen u in Jezus' almachtige naam. Amen en amen. Zegt u amen. Amen. Want dat betekent, zo is het. Goed. Ik zei u, vandaag ga ik praten over de wil van God. Wanneer ik hier sta, beste mensen. Ja, ik heb periodes gehad. Ik ga niet voor u jokken. Ik heb periodes gehad waar ik soms moe was. Ik heb periodes gehad waar ik soms bijna geen zin had. Maar u moet rekening houden, wanneer we bezig zijn als christen, dan behoort u tot het koninkrijk van het licht. Wanneer je tot het koninkrijk van het licht hoort, dan heeft u een tegenstander. Dat is het koninkrijk van het duisternis. Het moment dat u zegt, Jezus is mijn Heer en Meester. Ik erken dat hij na 3 dagen is opgestaan. Hij is mijn Heer en Meester en ik ben gekocht met het bloed van Jezus Christus. Ik ben hij me vergeven van mijn zonde. Dan bent u een kind van het licht. En dat vindt Satan niet leuk. Dus wanneer ik soms ook hier sta, dan, ik vraag niet veel. Ik vraag niet veel. Ik word niet financieel betaald voor dit programma. Nee hoor, ik doe het gewoon uit mezelf. Ja? Het enige, als ik u iets zou moeten vragen vandaag, ja, dan vraag ik u, bid voor me. Het is niet makkelijk. Want het woord brengen, ja, is mensen wakker schudden. Dus als er 1, 2, 3, 4, 5 mensen daar thuis zitten en ze weten niets van het woord, of je hebt een aantal ongelovigen rondlopen en u krijgt die boodschap vandaag, u hoort het en u gaat het doorvertellen, dat wil zeggen, ja, dat wij die slachtoffers
Die schapen die verloren zijn uit de handen van de duivel gerissen. Ja? En de duivel is al verslagen. Maar vaak genoeg krijg je de gelegenheid om die schapen van God weg te halen bij God. Ja, beste broer, beste zus. Wij hebben de taak elke dag. Moeten we dat doen. Elke dag moeten we bezig zijn met het woord. Elke dag moeten we bidden. Elke dag moeten we ervoor zorgen dat er een schaap gered wordt. Wanneer één schaap gered is, is er een feest in de hemel. Halleluja. Prijs God. Beste broer, beste zus. Una plei. We leven in de eindtijd. We leven in een tijd waar de duivel gaat als een briesende leeuw. 1 Petrus 2 vers 9. Hij gaat rond als een briesende leeuw om slachtoffers te maken. Hij wil alles wat van God is nog kapot maken. Want hij heeft geen tijd meer. Jezus komt spoedig. Jezus komt spoedig. Maak geen grappen. Er zijn een aantal mensen, heel veel mensen die lang rondlopen. En ze zijn zelf in je familie, je naaste, misschien een broer, een zus, misschien een vader. Maar ook mensen waarmee je op werk, ja, op kantoor enzovoort, die Jezus nog niet kennen. Ga ze vertellen wie Jezus is. Je hoeft ze niet te forceren. Je moet ze ook direct zeggen dat God, onze soevereine God, God is soeverein. God heeft gezegd, hij gaat je één ding geven. Dat is je eigen wil. En hij komt er niet aan. God komt niet aan je wil. Want God wil geen robots hebben. Hij wil geen robots hebben. Hij wil mensen die vanuit het diepste van hun hart zeggen van, ik hou van u Jezus. En ik volg u. En ik ga ervoor zorgen dat ik alles doe wat van me vraagt. En wat is je manual? Je Bijbel. Daarom zeg ik ook elke dag, read your Bible. Lees je Bijbel. Dat is je manual of life. Wanneer je een auto koopt, heb je een boekje met gebruiksaanwijzing. Wat je ook koopt, mixer, telefoon, een boekje met gebruiksaanwijzing. Wat doen we? Pas wanneer het kapot gaat, goud gebruik. Hetzelfde, zo behandelen we ook de Bijbel. Terwijl God heeft gezegd, lees je Bijbel. Daar staat erin hoe je kan leven volgens de regels van God. En dan ga je ene zeggen, alles staat in de Bijbel. De Bijbel is een goed boek. De Bijbel is een boek van de waarheid. De Bijbel is geschreven door mensen, geïnspireerd door de Heilige Geest, de Geest van God. Dus alles wat in de Bijbel staat is waar. Je hebt het Nieuwe Testament, je hebt het Oude Testament. En sommige mensen zeggen van, ja, hoe kan God zo wreed zijn? Ga het Oude Testament lezen en bestuderen. Nu leven we in het Nieuwe Testament. Nu leven we in de Nieuwe Testamentische periode richting de eindtijd. Want alle profetieën die zijn uitgesproken in het Oude Testament komen nu uit. Nog niet allemaal. Want als ze allemaal waren uitgekomen, was het het einde der wereld. Ja? Maar er zijn al heel veel uitgekomen. Er zijn heel veel dingen al gebeurd. Maar goed, dat is eigenlijk een hele lange inleiding. Want wat is het? Wanneer wij zeggen, we willen met God bezig zijn. Wanneer we zeggen, we willen op de juiste manier God behagen. Dan moeten we op een bepaalde manier leven. En dan kan je één zeggen, we kunnen het niet zelf. Het vlees is bij heel veel mensen heel sterk. We moeten die oude mens afleggen. We moeten het vlees kruisigen. Jezus is voor ons gestorven aan het kruis. Jezus heeft alles op zich genomen. Maar toch, ondanks dat we dat weten, gaan we toch niet die kant van Jezus op. We kiezen onze eigen kant. Dat is punt 1 als eerste. Kiezen voor je eigen wil. Je kan niet kiezen voor je... Nee, ik zeg het verkeerd. Sorry. Je mag kiezen voor je eigen wil. Maar je moet de juiste keuze maken. Maak wat de juiste keuze. Maak wat de juiste keuze. Wat gebeurt er? Heel veel mensen bidden het onze Vader. Heel veel mensen bidden het onze Vader. Misschien moet ik een keertje een sessie daarover houden. Over het onze Vader. En dan bidden we, laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden. Zoals in de hemel als op aarde. Maar als je dat bidt en je zegt, laat uw wil geschieden. Dan moet je Gods wil laten geschieden. God is soeverein. God is soeverein. Je kan niet komen aan Gods dingen. God is soeverein. Het moment dat jij bezig bent God te beredeneren, dan ben je ongelovig. Want dan denk je dat je meer bent dan God. Dat je het recht hebt om God te beredeneren. Niemand kan God beredeneren. Er is geen God zo groot als de God die we bedienen. De Alpha en de Omega. De grote Ik Am. Jehovah Jireh, Jehovah Nissi. Ja? Jehovah Tzidkenu. Het is God almachtig. Ja? Hij is omnipotent. Hij is de Alpha en de Omega. Hij is het begin en het eind. Niemand kan aan hem komen. Hij is soeverein. Daarom hou je van dat lied toch. Er is geen God zo groot als u. Of er is geen God gelijk aan u. Er is geen Vader gelijk aan u. De hemel is uw troon. De aarde is uw voetbank. En u bepaalt wat er gebeuren zal. Ga dat niet zoeken. Zing het om hem te prijzen en te eren. Want het gaat om God almachtig. Oh, Rebosco. Ja, ik denk ook op dit moment, dan denk ik van, oh, wat is God toch goed voor ons.
Wat is toch God toch goed? Kijk wat er gebeurt in Suriname. Kijk wat er gebeurt in de wereld. Kijk wat er om ons heen gebeurt. Ik geloof in God. Ik ben zijn kind. Ja, ik heb het goed. En ik dank mijn vader elke dag op mijn blote knieën. Hoe goed hij voor ons is. Want God heeft gezegd, ik ben een God en ik ga altijd voor je zorgen. Als je in me gelooft, if you abide in me, zeggen ze op zijn Engels. Als je in me gelooft en je bent een rechtvaardig persoon, because the prayer of a righteous man will prevail. God gaat je geven wat je hem vraagt. Daarom praat ik vandaag. Ik heb het goed. Beste broer, ik heb het goed. Want God is mijn vader. Me downstairs, daddy upstairs. Ik heb het goed. Ik ben gezegend. Heb ik geen problemen? Af en toe. Misschien af en toe mijn heupen, hart of zo. Doe maar op. Wat heeft Jezus gezegd? Johannes 16 vers 33. There will be tribulation. Maar ik zal met je zijn tot het einde der dagen. Hij gaat met je zijn. Hij gaat met je zijn. Je moet geloven. Gehoorzaam zijn. Vasten en bidden. Vergeving schenken. Live a life of repentance. Beste broer, beste zus. Dan door echt naar mijn onderwerp. Ik laat me leiden door de Heilige Geest. God heeft gezegd. In Johannes 16 vers 7. Wacht, kom. Laat me het samen met u zoeken. Heeft u uw Bijbel bij? Want als je naar mijn programma kijkt, moet u een klankblok bij u hebben. U moet een pen hebben en u moet uw Bijbel hebben. Laat me kijken als ik het direct kan vinden. Johannes 16, vers 7. Johannes 16. Zoekt u samen met mij. Zoekt u samen met mij. Pak uw Bijbel en als u het heeft gevonden, zegt u amen. Johannes 16. Maar dit is de waarheid. Het is goed voor jullie. Dat ik ga. Hier is Jezus. Jezus aan de middag. Jezus. Dit is de waarheid. Het is goed voor jullie dat ik ga. Want als ik niet ga, zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem naar jullie zenden. Hé. Hey. Dus Jezus. Jezus is weggegaan. Jezus heeft ervoor gezorgd, ja, dat hij ook iemand aan ons heeft gegeven. Dat is de Heilige Geest. Wie is de Heilige Geest? Ik kan een hele serie daarover houden. De Heilige Geest is de Geest van God. De Heilige Geest is altijd aanwezig. Maar wat is voor jullie belangrijk? Wat is voor jullie belangrijk? Ja, voor jullie is belangrijk dat je gelooft. Dat je gelooft, dat je gelooft, dat je gelooft. Dat je gehoorzaam bent. Dat je gehoorzaam bent. Laat je niet storen door mensen. Laat je niet afleiden door telefoongesprekken. Laat je niet storen. Ja? Wanneer je bezig bent met dingen van God, moeten mensen je niet bellen. Wanneer je bezig bent met God, moeten mensen je niet. Moeten mensen je hoofd niet maken. Focus! Beste broer, beste zus. Focus! 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 Dat te focus, dat masra dinnen aan jou. Daarom zeg ik, we moeten bidden. Gebed is het belangrijkste. Bidden, ja, heel veel mensen bidden vanuit emotie. Sommige mensen bidden vanuit het vlees. Sommige mensen bidden, ja, omdat hun verstand zegt dat ze dat moeten. Sommige bidden, mensen gaan pas bidden wanneer ze problemen hebben. Nee, dat werkt niet zo. Dat werkt niet zo. God is eenmaal 24 uur, elke seconde is God met jou. Vanaf het moment dat je bent geboren, voordat je werd geboren, want hij heeft je gevormd. Jeremia 1, vers 5. Before I formed you in the womb. Hè, heeft hij je gezet in een baarmoeder. Dus God is altijd met je geweest. Hij heeft een plan met je. Dus als het niet goed gaat, als er iets is, dan moeten we bidden. We moeten bidden en we moeten met God in contact zijn. Als we verhoord willen worden, moeten we bidden volgens de wil van God. En dan moet je komen ontdekken, wat is die wil van God? Wat is het wat God van ons wil? Die moeilijk, hij vraagt niet veel. Hij vraagt niet veel. Hij vraagt niet veel. Kijk wat Jezus heeft bereikt. Kijk wat Jezus heeft bereikt. Ja. Kijk wat Jezus heeft bereikt. Omdat hij de wil van de Vader heeft gedaan. En omdat hij gehoorzaam. 1 Johannes 5 vers 14 en 15. We kunnen zonder vrees naar hem toe gaan. Hier is het. We kunnen zonder. Dus je kan altijd. Kunt u naar God gaan. Altijd. Dan blijf vallen. Dan blijf vallen. Ik waarschuw u vandaag. Dan blijf vallen. Met je PhD. Met je 6 huizen. Met je 8 wagens. Met zoveel geld. Daar pijn en nakkie. Wanneer je aangevallen wordt door de duivel. Dan moet je bij God gaan. Want hij alleen kan je helpen. Geen enkele bonumang. Geen tarotkaart. Niets gaat je kunnen helpen. Ga naar God. Je kan in 1 Johannes 5 vers 14 en 15. We kunnen zonder vrees naar hem toe gaan. Vol vertrouwen.
vol vertrouwen dat hij ons antwoordt als we hem om iets bidden. Ja? Hij geeft ons antwoord als we iets bidden waar hij het mee eens is. Let op! Waarmee hij eens is. Ik herhaal, waarmee hij het eens is. Are you with me? Dus als je $1 miljoen nodig hebt, gaat God je geven. Ai, met dat naam, hoor, brak kan niet meer over. God gaat je die 1 miljoen nodig geven. Maar hij moet het met je eens zijn. Het moet passen in zijn plan. Dus als je die $1 miljoen gaat gebruiken om op reis te gaan, of hoe doe je het, sweet sani, ino, kiesa 1 miljoen. Als je God vraagt om 1 miljoen om de armen, de zieken te helpen, ziekenhuis te bouwen, kerken op te zetten, bied je zieken 100% gaat hij je geven. Maar je gaat ook kijken naar je hart. Want je kan het bidden, dan meen je het niet. Hij moet het eens met je zijn. En als wij weten dat al onze gebeden beantwoord, als wij weten dat hij al onze gebeden beantwoordt, weten we dat we krijgen waar we om hem hebben gevraagd. Het is een garantie. God geeft je garantie. Je kan op het woord van God staan. Dus sta, wanneer je bidt, sta op Johannes, die tekst van zo net wat ik voor u heb gelezen. Sta op Johannes 5, vers 14 en 15. Sta op die tekst. Heer, u heeft gezegd in uw woord. Heer, u heeft gezegd in uw woord. Ik sta op uw woord. Dat als ik u iets vraag, dat u me gaat geven als u het daarmee eens bent. Ik heb een beetje pijn in mijn zij, in mijn heup. Ik vraag God om voor genezing. Hij gaat het met me eens zijn. Want ziekte is niet van God. Man, onderschat dat door de jaren, beste broer. Ziekte is niet van God. En soms zal er iets met je zijn. Buikpijn, dat. Sommige mensen zijn hoogbloeddruk. Ga na voor hoe je leeft. Ga na als je leeft according the will of God. Ga na if you are in alignment with God. Ga na if you are in right standing with God. Maar dat gebeurt niet. En masratak in hem gebruik sukuru. Ja, is niet goed voor jou. En je drinkt elke dag 3 stukjes staart. En denk, ga je ziek worden? Dan ga je schreeuwen de duivel heeft je aangevallen. Nee, nachtgierigheid. You greedy. Wanneer God tegen jou zegt, je moet vroeg gaan slapen. Ga vroeg slapen, want ik heb je nodig in de ochtend om te bidden. Dan jullie kan tang if you're 12 euro broken day. En look wel op Netflix. Ah, ik praat met jullie Netflix. Wees me. Je mag me appen. 88-49-141. Wees me een goede film op Netflix. Zoals op Kos de Kossi, zoals op Gangster Sunny, zoals op... Danser en Danser komt op Netflix. Hey. Goed, laten we verder gaan. Beste broer. In de tijd waarin we leven, zeg ik steeds tegen mensen, bid. Ik heb 1 tekst die ik voor u wil voorlezen. Het staat hier niet in mijn dingen. Jacobus 5. Vers 16. Laat me het voor u lezen. Dit boek, de Bijbel, is een geweldig boek. Echt waar. Als u het heeft gevonden, zegt u amen. Ja, zegt u, ik hoorde niet, maar ik weet. U gaat amen zeggen. Jacobus 5. Naar welk boek komt een Jacobus 5? Zegt u maar nou. Het komt zeker naar Genesis, nou. Ja. U lacht. Het komt werkelijk naar Genesis, ja. Het staat in het Nieuw Testament. Het komt werkelijk naar Genesis. Lees je Bijbel. Sabi Bijbel, sabi woord toe. Want als je wordt aangevallen, als je God wil vertegenwoordigen, in Sabba woord. Toen de duivel Jezus aanviel, wat heeft hij gezegd? Het staat geschreven, Matthäus 4. Matthäus 4 staat er toch. Lees het verhaal van Matthäus 4. Ja? Dus Jacobus 5, vers 16. Kijk wat er staat hoor. Daarom beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar. Dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige. Het gebed, nogmaals beste broer. Het gebed, daar gaat het om. Het gebed van een rechtvaardige. Bent u rechtvaardig? Bent u rechtvaardig? Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.
Het gebed van de rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitzicht. Laat me u één ding zeggen. Volgende week, schrijft u het op. Volgende week, 8 oktober, ben ik in bij Sesua Utomo. Dus let op, ik zeg het opnieuw. Volgende week ben ik in Sesua Utomo vanaf 6 uur. Dan ga ik een Bible teaching live doen. Ja, op het gebied van bidden. En dan gaan we samen bidden. Ik ga u wijzen hoe je moet bidden. En dan gaat u zien dat wanneer u bidt voor iemand om genezing, dat het doorbraak komt. Yes? Dus volgende week gaan we dat doen. Volgende week zaterdag in Sesua Utomo aan de Prinsessenstraat. Ik ga een flyer sturen. Ja, Maarten gaat die flyer ook even zetten, zodat u het kunt lezen. Ja, we gaan praten. Praying from a position of right standing. You have to be a right standing. Dus ik... Sorry, ik schiet hem af, Dottie. En ik help mensen graag. Ik bid ook graag voor mensen. En ik bid en ik help mensen graag. Maar jij moet ook jouw deel doen. Want God doet zijn deel. Ja? Dus, beste mensen, bid met precisie. Bid vooral vanuit je secret place. Bid met het woord van God. Het is nu een tijd dat we nu meer dan ooit moeten bidden. We moeten bidden. Wanneer we het woord van God bidden, weten we zeker dat we de juiste dingen doen. Het woord van God komt van God. Bid met het woord. En het is iets. Als het iets is wat in de Bijbel staat. Weet u, ik zal u een voorbeeld geven. Als ik dan bid, dan zeg ik, Vader God. Zoals in het woord staat, Psalm 23, de Heer is mijn herder. U doet me nederliggen in grazen weer. U brengt me tot rust en paraphrasing. Vader, ik vraag u om ook de kracht van u als herder te laten zien. Om me in die rust te brengen. En ik dank u voor die rust die u me geeft. Zo moet u bidden. Want u bent op dat moment onrustig. Waarom weer u in een straat? Waarom weer u in een rok? Je chaos, je bent helemaal gestrest. Bid, Heer, u bent mijn herder. En als u verder gaat, zegt hij van, al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad. Heer, u zegt in uw woord, dat waar ik ook ben, als het een diep dal is, ik vrees geen kwaad, want u bent met mij, uw stok en uw staf is met mij. Heer, geef u me die stok en die staf, zodat ik uit dat dal kan kruipen, in de naam van Jezus Christus. Zo moet u bidden, beste broeders. Dus bid u zo. Bid met het woord. Bidden in tongen. Bidden in de naam van Jezus Christus. Wanneer u bidt, wanneer u in die secret bent, bid in tongen. Bid in tongen. Het is de taal die God u gegeven heeft. Je ene kan gewoon stukken tongen. God geeft het jou. Je moet in de geest zijn. Wanneer ben je in de geest? Ja, wanneer je wedergeboren bent. En when you are baptized in the Holy Spirit. The evidence of baptized in the old being, baptized in the Holy Spirit, is tongen. Kijk wat er gebeurt in Handelingen 1 vers 8. Die tong, you get power and the tongues om in vreemde talen te spreken. You are baptized. Dus wanneer je bent en je bent in een secret place. Ja, je bent in een secret place. Je heilige plaats. En je bidt tot God. Bid in tongen. Bid. Hij gaat je verstaan. Bid in de naam van Jezus Christus. Bid met het bloed. Bid met het woord. En bid volgens de wil van God. Wanneer moet je bidden? Altijd. Altijd moet je bidden. Altijd, broer en zus. Altijd. Ja, dus, beste broer, beste zus, God zegent jou in zijn woord. Kijk wat er staat in Jesaja 55, vers 11. Alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en dat volbrengen waartoe ik het zend. Net zo zullen de woorden die ik spreek niet naar mij toe terugkomen zonder dat ze hun werk hebben gedaan. Wat ik zeg zal gebeuren. Dat is de basisbijbelvers, maar je hebt ook de NGB 51 vers. Alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat, zegt God, ook zijn. Het zal niet ledig tot mijn werk, maar het zal zijn werk doen. Dus als ik hier sta namens God en hij zegt die woorden in mij en ik moet ze spreken, mogen ze ook niet ledig wederkeren tot God. Integendeel, u moet ervoor gaan zorgen dat u gaat doen, gaat werken met het woord. Beetje met het woord, en het is iets wat in de Bijbel staat, zal het geschieden. Bijvoorbeeld in het woord staat, Jesaja 53, vers 4 en 5. Nochtans, onze ziekte heeft hij zich op zich genomen en onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Boom! Om onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt
was op hem. En door zijn striemen is onze genezing. Dus u nog aan zieke. Jezus deed naar kruis. Giu, zodat u nog aan zieke. Dus als je nu ziek bent, ga voor jezelf na. Wat heb ik gedaan om ervoor te zorgen dat ik mijn vader iets onbehagelijks heb gedaan? En als je op zoek naar zieke, als je hoge bloeddruk en je zegt van ja, mijn vader had het, zijn opa had het, dan is het een generational vloek. Elke generatie vloek van hoge bloeddruk en depressie op dit moment. Ik verbreek het in de naam van Jezus Christus. Die macht die bij jou is, die stronghold. Ik haal het neer. Ik haal het bolwerk neer in de naam van Jezus Christus. Met het bloed van Jezus Christus en de kracht van de Heilige Geest. Die depressie gaat nu weg uit u in de naam van Jezus Christus. Ik commandeer het je van lichaam te verlaten in de naam van Jezus Christus. Zo'n depressie. Dat u nou op Chief Gado? U nou op Chief Gado? Hey, come up, man. Daddy upstairs, you downstairs. You have power. You have power. You have authority. Jij bent krachtig. Je hebt die kracht van God gekregen. Je hebt die autoriteit. De duivel heeft ook power, maar hij is illegaal. En God heeft ons gezegd in Lucas 10, vers 18 en 19, dat hij ons kracht heeft gegeven en autoriteit om op schorpioenen en serpenten te hebben. En hij heeft ons kracht en wijsheid, power gegeven over de hele legermacht van de vijand. Dus je hebt power. Gebruik het. Het is dynamisch kracht. Gebruik het. Gebruik het, beste broer, beste zus. Jezus vastte regelmatig. Hij was gehoorzaam. Hij was rein. Hij was puur. En hij was zuiver. Hij was heilig. Bent u dat? Bent u dat? Jezus is als mens gekomen naar de aarde en heeft alles afgelegd. Al zijn goddelijkheden heeft hij afgelegd. Dus daarom moest hij vasten, daarom moest hij bidden, daarom moest hij gehoorzaam zijn, daarom moest hij doen wat zijn vader hem zei om te doen. Dat geldt ook voor u. En daarom heeft hij signs en wonders kunnen doen. Daarom heeft hij tekenen en wonderen kunnen doen. Jezus was sterk in gebed en liet altijd de wil van zijn vader geschieden. De wil van de vader bidden zorgt voor succes. Dus als u de wil van de vader bidt, beste broer, beste zus. Als u zegt, Heer, help mij. Laat uw wil geschieden. Laat uw wil geschieden. Ik wil dat uw wil geschiet in mijn leven. Dan gaat u die overwinning krijgen. Dan gaat u die genezing krijgen. Beste broer, beste zus. En een zomer met knap jazen. Dan massarapport met jazen. Let it sink in. U bent meer dan overwinner. Hij die in ons is. Johannes 14 vers 6. Hij die in ons is. Ja, is groter dan hij die in de wereld is. Volgens mij beseft u niet als christen. Als gelovige. Hoeveel kracht en macht u heeft. De vijand moet u gehoorzamen. Want u bent een kind van God. De vijand is bang voor het bloed van Jezus. Hij is bang voor de naam van Jezus Christus. Matthäus 26 vers 9. Hij zelf liep een eindje verder. Jezus. Daar knielde hij neer met zijn gezicht tot op de grond. En bad, Vader. Als het mogelijk is. Laat mij dan alsjeblieft niet de wijnbeker van uw straf leiden. Wat was die straf? In die wijnbeker zaten al onze zonden. Abbe voortaan nogal. Die wijnbeker. Al onze zonden zaten daarin. Ja, van child molest, homoseksualiteit, ja, noem maar op, lesbisme, noem maar op, al die zonden. Ja, molest, noem maar op, diefstal, ja, oplichting, nepotisme, zet in die beker. Ja, het voordelen van vriendjes, vriendjespolitie, het zat in die beker en heeft het op zich genomen. Vader, als het mogelijk is, laat mij dan alsjeblieft niet de wijnbeker van uw straf, die straf die wij zouden krijgen, Jezus heeft op zich genomen. Laat me dan alsjeblieft niet de wijnbeker van uw straf leeg hoeven te drinken, maar ik zal niet doen wat ik zelf wil, maar wat u wil. Halleluja, prijs God. Dank u, Jezus. Dank u. Anders zouden we vandaag niet hier staan. Dank u, Jezus. Het gaat om de wil van God. En als je de wil van God kan bidden, dan zullen je gebeden verhoren. Als je alleen maar bidt, beste broer, om je eigen behoefte in vervulling te laten gaan, dan ken je de wil van de Vader niet. Daarom wanneer iemand aan jou vraagt, kan je voor me bidden? Moet je ook vragen, maar bid je ook zelf. Je mag die vraag stellen. Ja, ik bid wel. Nee, niet omdat ik kies vanzelf weer van mezelf. Dat mijn blanke beetje. Je moet zelf beginnen. Onze God is een God die niet verandert. En hij zal altijd onze gebeden verhoren als die naar zijn woord zijn.
Daarom zeg ik altijd, pray with the word of bid de wil van God. Beste mensen, als je je gebeden antwoord wil zien, you have to be in alignment with God. You are living the will of God. Wanneer we in alignment zijn, wanneer we rechtvaardig zijn, wil dat zeggen dat onze geest connect met de Heilige Geest die in ons is. Psalm 42, vers 7. Deep calls unto deep at the noise of your waterfalls. All your waves and billows have gone over me. God geeft ons meer dan we beseffen, boven bidden en denken, als het maar zijn wil is. Lieve mensen, geliefden, de wil van God komt uit zijn denken. De manier waarop hij denkt en hoe hij dingen doet, dat is zijn wil. We kunnen ons nooit meten met God, omdat hij soeverein is, hij is machtig. We hebben geen woorden genoeg. Vorige week heb ik gesproken over de glorie van God. Je weet niet eens hoe groot het is, ja? Maar hij maakt zichzelf wel op verschillende manieren bekend. Weet je, in die tijd durfden de Israëlieten, ja, deze naam te noemen. Dus daarom zeggen ze van, het is de God die voorziet. Jehovah Jireh. Het is de God die ons geneest. Jehovah Rapha. Maar ze durfden God zijn naam niet te noemen. Uit respect. Ja, dus daarom is het belangrijk. Ja, hij maakt zichzelf op verschillende manieren bekend aan ons. Maar bij heel veel van ons gaat het mis. Waarom? Omdat we Gods stem niet horen. We worden te veel afgeleid. We moeten intiemer worden met God. Zodat hij ons zijn wil kent. Je moet een intieme relatie hebben met God. Dan gaat hij je zijn geheimenissen bekendmaken. Dan gaat hij je sleutels geven. Gaat hij je doorbraken geven. Maar het is onze ignorance. Ja? We zijn naïef, onwetend, onkunde, koppigheid die ons van zijn willen voor. Ignorance is een spiritual stronghold. Het is een bolwerk. Het is een demon. Ja? Die mensen over mensen heerst. Die zo negatief en... Wat is het Nederlands woord voor ignorance? Het Nederlands woord voor ignorance is, hoe noem je dat weer? Naïviteit, negeren, ja. Vaak genoeg zeg ik aan mensen, God is niet iets wat je even erbij doet. God is niet iets wat je even erbij doet. De geheimenissen van God zullen ons geopenbaard worden. En dat kan alleen als je een relatie met God hebt. En goed bent, standvastig en duurzaam bent. Zo kom je ook achter zijn wil. En dan geeft hij ons sleutels, wat ik zo net zei. Ik zal u de sleutels geven. Matthäus 16, vers 19. Ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen. En wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemelen. En wat gij op aarde ontbindt, zult ontbonden zijn in de hemelen. God geeft ons die sleutel. He is giving you the keys. Wanneer we in onwetendheid handelen, kunnen we geen doorbraak krijgen bij onze gebeden. Je hebt wishful thinking. Dus als je God niet kent, heb je een probleem. Kent u God? Kijk naar uw naaste thuis, achter u, of ga morgen aan het werk en vraag aan hem, kent u God? Want als je God niet kent, heb je een probleem. Je gaat kapot. Als je God niet kent... heb je gebrek aan kennis. Kijk wat er staat in Hosea 4, vers 6. Het loopt verkeerd af met mijn volk, zegt God, doordat het mij niet kent. Jullie hebben mij niet willen kennen. Er zijn mensen die God niet willen kennen. Ik zeg, man, in mijn vriendenkring, zei ik, van, ik moet hem weer maar in een aangado. Als je God niet wilt kennen, daarom wil ik jullie ook niet langer kennen. Jullie zijn niet langer mijn priesters. Omdat wij een priesterlijk volk zijn. Maar als je God niet kent, ben je geen priester. Jullie zijn de wetten en leefregels van jullie God vergeten. Daarom zal ik jullie ook als volk vergeten. Hosea 4, vers 6, basisbijbel. Een groot geestelijk bolwerk is onwetendheid. Je hebt de kennis, de wijsheid van God nodig en dat staat in het woord. Je moet weten wat hij wil en niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. De wil van God staat in zijn woord. Dus als je wilt bidden volgens de wil van God, dan ga je het woord moeten lezen. Ja, lees je Bijbel. Ja, lees je Bijbel, zeg het tegen mij. Als je God ernstig zoekt, zal je hem ook vinden. Ga mediteren, ga studeren, ga het woord bestuderen elke dag weer. En niet eventjes een dagtekst lezen. Nee, ga lezen, ga lezen, ga lezen, ga bestuderen, ga graven in het woord.
Ga graven in het woord. Het woord is belangrijk voor u. U gaat mensenlevens redden. Jezus is een intercessor, een voorbidder. Hij bidt voor ons. Hij bidt nog steeds. Wij zijn dat ook. We moeten bidden voor elkaar. We moeten bidden voor mensen. Ook al ken je die persoon niet, bid voor die persoon. We moeten bidden. Gebed is zo belangrijk. Wat is de wil van God? De wil, luister goed wat ik nu zeg. Luister goed, kakajoyesi. Wat is de wil van God? Het afgemaakte werk van Jezus aan het kruis. Simpel, hij is gestorven aan het kruis en hij heeft alles op zich genomen en de prijs betaald met zijn leven. Dat is de wil van God. Dus als God iets wil, moet je het willen. Als God je opdracht geeft, voor onze gezondheid, voor onze welvaart, voor de verandering, voor onze bevrijding, zijn dood gaf onze identity in Christus terug. We zijn kinderen van God. Zijn laatste woorden waren: het is finished. Het is finished. Jezus heeft alles voor ons gedaan. Daarom moet ons geloof gebaseerd zijn op de wil van God. Daarom, als we bidden, moeten we ons direct afvragen: is dit de wil van God? Als het niet de wil van God is, beste broer, beste zus, zullen onze gebeden onbeantwoord blijven. Dan kan je bidden tot je ons weegt, maar je gaat niets zien gebeuren. Ze zullen gehoord worden, maar niet verhoord. Maar we leven in de eindtijd, dus we moeten bidden. We moeten blijven bidden. We moeten goed bidden. We moeten strategisch bidden. Soms heb je prayers voor warfare. Soms is het spirituele warfare. Soms is het bidden van verontmoediging. Soms is het voorbidden om doorbraken te krijgen. Maar je moet blijven bidden. Volgens de wil van God. De God wil, als ik bid voor iemand die ziek is, is het de wil van God. Als ik bid voor iemand die in armoede is, is het de wil van God. Als ik bid voor iemand die bevrijd moet worden, is het de wil van God. 4 punten, tips om ervoor te zorgen dat je je gebeden beantwoordt. We moeten vooral belangrijk, wat vooral belangrijk is, is we have to be in alignment with God. We moeten de wil van God, één. We moeten, schrijf het op, we moeten de wil van God kennen en weten. Ik herhaal, we moeten de wil van God kennen en weten. 2, we moeten blijven opereren in de wil van God. Dus je move in de wil van God. Je handelt in de wil van God. Je move in de wil van God. We moeten de wil van God doen. We moeten dus spreken. We moeten spreken zoals God wil. En wat hoe God is. Als we dit doen, zullen we onze gebeden beantwoord worden. Hoe zuiverder en preciezer onze gebeden zijn, hoe sneller ze beantwoord blijven. De nauwkeurigheid is gebaseerd op de wil van God. Als je bidt, ja, zal het vlees niet in de weg staan. Ons geloof begint bij het kennen van Gods wil. Dus als jouw denkwijze verkeerd is, dan moet je het gaan veranderen. Kijk wat er staat in Romeinen 12, vers 2. Er wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is. Het goede, welgevallige en volkomene. Amen. Het kennen van Gods wil is één ding, maar altijd zijn in zijn wil blijven is iets anders. Johannes 15, vers 7. Indien gij in mij blijft, if you abide in me, en mijn woorden in u blijven, vraag wat gij maar wil. Hey! Wanneer gij in mij blijft, indien gij in mij blijft, en mijn woorden blijven in u, vraag wat gij maar wilt, en het zal u gegeven worden. Dus if no je lukumi en die man die irodder ete, dan heb je de wil van God niet gedaan. Vraag vergeving. Om dit te doen moet je jezelf volledig aan hem geven. Je moet sterven aan jezelf en God de volledige vrijheid geven om aan je te werken. Het supernatuurlijke, want we hebben een supernatuurlijke God, begint met de wil van God en God leren kennen. Wanneer we God kennen, we bidden en we zijn in contact met God, worden we sterker, we worden wijzer,
We hebben meer vertrouwen. God openbaart voor ons zijn mysteries, zijn geheimen. En hij geeft ons sleutels voor doorbraak. Deuren gaan open. You will move mountains. De wil van God doen, Jacobus 1, vers 22. En wees daders des woords. En niet alleen hoorders, dan zult gij uzelf misleiden. Beste mensen, ik ben aan het einde gekomen. Dus als we de wil van God kennen en je doet het, je leeft en handelt erna. Je denkt het en je bidt het. Dus ik zeg tegen u, Jezus zijn grote motivatie was het doen van de wil van zijn vader. Johannes 4, vers 34. Jezus zei, het doen van Gods wil is als eten van mij. Ik wil doen waarvoor hij mij gestuurd heeft. Nogmaals, we blijven in de wil van God, omdat wij een ware discipel willen zijn en dat wij onze vader willen gehoorzamen. Je moet spreken volgens Gods wil. Dus als je ruw en onbeschoft bent, als je arrogant bent, en dat gebeurt ook, je hebt dat ook niet alleen bij gewone mensen, ook bij mensen die in die pester zijn, of mensen die diaken of usher zijn, ook mensen die in de dienst van God zijn, die zijn ook onbeschoft. Ze doen alsof, die boy, echt waar, zo sta je verstil. Mijn vraag aan jullie is, ken je de wil van God? Hiermee eindig ik. Ken je de wil van God? Ga het zoeken. Het staat in het woord. Vader, ik spreek uw wil uit. Dat uw koninkrijk op aarde komt zoals in de hemel. Ik verklaar dat er op dit moment genezing is voor zieken. Ik verklaar dat er voorspoed is voor armen in deze moeilijke tijd waarin we leven. Ik verklaar dat er voorspoed zal zijn. Ik verklaar dat er bescherming en toevlucht is voor u, voor de weduwe, voor de armen, maar ook voor mensen die in onveilige situaties terechtkomen door al die berovingen die plaatsvinden op dit moment in het land. Ik verklaar dat uw bovennatuurlijke genade over uw kinderen zal plaatsvinden. Uw beloften hen zullen bereiken. Uw koninkrijk zal uitgebreid worden. En uw evangelie over de hele wereld verkondigen. Dat verklaar ik. Vader, ik bid vandaag, Vader, voor dit land Suriname. Heer, we zijn op dit moment in diepe problemen. Vader, alleen u kan ons helpen. Heer, ik bid vandaag in de naam van Jezus Christus, Heer, dat ons land uit deze slop wordt gehaald, uit deze diepe dal gehaald wordt. Vader, ik bid in de naam van Jezus Christus, dat er een verandering zal komen in het leiderschap en dat ze gaan doen wat u van ze gevraagd heeft. U plaatsen. Maar Vader, ze moeten gehoorzaam zijn. Vader, ik bid in de naam van Jezus Christus dat die ongehoorzaamheid uitgedreven wordt met uw vuur in de naam van Jezus Christus. Vader, ik bid voor dit land, Heer. Ik bid voor dit land, Vader, dat de rijkdommen komen bij uw kinderen. Ik bid voor Suriname in de naam van Jezus Christus. Vader, dat we niet belaagd worden door afgoderij. Dat geesten die ze hebben aangebeden, Vader, geesten waarmee ze verbonden hebben gemaakt om in Suriname in hun bezit te nemen. Vader, ik bid op dit moment dat elke ketting waaraan Suriname verbonden is, wordt verbroken in de naam van Jezus. Vader, ik bid, Vader, voor alle zieken. Vader, ik bid voor de ziekenhuizen, dat ze draaiende blijven. Op Haiti wordt het steeds moeilijker, maar in Suriname, het zal niet gebeuren in Suriname, omdat u een land heeft van, dit land is van uw kinderen, omdat u bidders heeft in dit land. Vader, ik bid, Vader, dat de geest van gebed, Vader, de mensen zullen vullen, dat er nog meer gebeden wordt voor herstel van dit land. Vader, ik bid voor elke kind, Vader, dat wanneer Vader, ze maandag naar school gaan, Vader, dat ze alles hebben, kleren, eten, drinken, vervoer, Vader. En dat ze met volle moed, Vader, het nieuwe schooljaar in. Ik bid voor elk kind in Suriname, Vader, dat ze een goed schooljaar zullen hebben. Ik zegen elk kind in Suriname met wijsheid en kracht. Vader, ik bid ook, Vader, voor alle zieken, Vader, voor alle mensen die in droefheid verkeren. Ik bid voor ze, Vader. Wilt u ze zegenen, wilt u ze troosten, Vader, in Jezus' almachtige naam. Vader, ik bid voor het leiderschap
gemeenschap in dit land, bij de kerken. Ik bid voor het lichaam van Christus, dat de leiders zullen opstaan en dat de discipelen zullen maken. Dat we gaan evangeliseren om het woord van u te verspreiden in Jezus' naam. Vader, ik dank u, Vader, in de naam van Jezus Christus. De Heere zegene u en de Heere behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij uw genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn shalom. God bless you. God bless you. God bless you. En tot de volgende keer. Zaterdag ben ik in Osewetama of Osewetama aan de Prinsessenstraat. U gaat het straks aan de onderkant zien. En ik zie u zaterdag in Jezus' naam. God bless you. Carry me, oh. Carry me, Holy Spirit, carry me, oh. Carry me on wings of eagles, carry me, oh. Carry me to the place of prayer, carry me, oh. Carry me, Holy Spirit, carry me. To the place of power, carry me, oh. Carry me, oh. 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 Hey. Yeah. Holy Spirit, help me now. Waters, carry me, oh. Carry me to realms of glory, carry me, oh. Carry me, oh. Holy Spirit, carry me, oh. Carry me, oh. Holy Spirit, guide me, oh. Guide me. I need direction, guide me. Get out of here.
Holy, holy.